Je ziet misschien eens iemand op de toekomst lopen voor een keuring. Ja, dan denk je wel van, hé, die geruchten die kloppen wel. Eén jongen is er sinds kort niet meer bij natuurlijk, Justin Kluivert. Die had al 44 wedstrijden volgens mij in het eerste gespeeld. Ja. Gaat toch weer als jonge jongen, gaat hij weg. Sport is boos, hoop ellende. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij daarover denkt, Kai. Want... Wat ik daarvan vind, dat maakt in principe niet uit. Want het is zijn keuze en die keuze heeft hij gemaakt. Maar wat ook zo is, om Kai aan te vullen, is dat er wordt ons al vaak gevraagd, wordt door mij ook door mijn vrienden gevraagd, wat vind jij ervan? Ja. Maar er spelen zoveel dingen, weet je wel. Ik bedoel bijvoorbeeld, wat vindt zijn familie, wat vinden zijn vrienden om hem heen? Weet je, wat zegt zijn zaakwaarnemer? Hoe zijn de gesprekken met Ajax gegaan? Hoe is zijn band met de teamgenoten? Heeft hij daar wat? Wij weten niet precies hoe al die omstandigheden voor hem zijn. Dus wij weten ook niet precies op basis waarvan zijn keuze is. Dus het is voor ons ook heel moeilijk om te oordelen. Maar er wordt, hoe dan ook, wordt er aan alle kanten aan jongens bij Ajax voetballen getrokken. Of het nou rondom zo'n keuze is of überhaupt. Ja. Je zegt zelf, mijn vrienden vragen daarna. Ja. Is dat soms niet eens vervelend? Dat je denkt, ik wil ook gewoon Kai Sierhuis uit de Rijtjeshuis zijn. Nee. Kijk, feit voor ons is dat je voor alle jeugdspelers bij Ajax die tegen het eerste aanzitten of daar al hebben laten zien dat ze het aan kunnen. Kijk naar Matthijs bijvoorbeeld, hoe daar nu aangetrokken wordt. Je moet gewoon heel stevig in je schoenen staan en daarin moet je echt weten met wie je over bepaalde dingen praat, zoals wat ga ik doen, wat wil ik. De camera op je neus staat. Ja, nee, maar het is natuurlijk belangrijk om in een vertrouwde omgeving dat heel goed te bespreken, voor jezelf duidelijkheid te creëren. En dan kun je ook buitenaf misschien wat sterker in je schoenen staan. Dus ja... Nee, maar ik denk dat al die jongens rustig zijn, rustig blijven ook. Dat komt door de begeleiding? Nou, ik denk gewoon door hoe je erin staat. En als je niet rustig bent, kan je ook niet in een arena spelen, denk ik, voor 50.000 man, weet je wel. Kijk, wij weten al meer dan buitenstaanders over bepaalde keuzes. En nog weten wij niet genoeg om een oordeel te vellen over bepaalde keuzes. Dus ja, het is zo moeilijk om daarover te oordelen. En dan is het enigszins jammer natuurlijk dat er zo snel een oordeel klaar ligt voor iedereen. En daar moet je wel cool onder blijven. Wat had je graag anders gezien? Kijk, dat is iedereen zijn eigen recht om daar een oordeel over te vellen. Maar ik ga, zoals wij nu doen, is gewoon geen oordeel erover te vellen. De jongen, in dit geval Justin, heel veel succes wensen in zijn verdere carrière. Jullie zijn natuurlijk allebei 20. Ja. Ik kan me voorstellen dat je wel een beetje het gevoel hebt dat je vroeg of laat echt wil doorbreken. Ja. Hoeveel geduld heeft een Eiting? Hoeveel geduld heeft een Eiting? Ik ben wel rustig hoor. Ik ben vrij rustig. Maar kunnen we dan stellen dat je nog een jaar op de bank zou kunnen zitten? Maar weet je, het heeft niet zoveel zin om elke keer te denken van wat gebeurt er over 3 maanden of wat gebeurt er over 5 maanden. En natuurlijk ben ik hartstikke bezig met mijn toekomst. Maar het is vooral belangrijk dat ik zeg maar morgen weer goed speel. Als we een wedstrijd hebben van, weet je wel, ik weet niet hoe lang we spelen. En dat ik dan de volgende training, dat ik weer goed mijn best doe. Is het moeilijk om zo te denken? Nee, maar ik denk, in mijn ogen is dat wel wat nu belangrijk is. Dat ik elke dag bezig ben om beter te worden en zeg maar de beste Eiting dan te worden. Zoals jij dat dan zou zeggen. En dan... En voor Kai? Het schiet mij meteen te binnen om te denken van... Je kan er 20 maken bij Jong Ajax. Ja. Maar je kan er ook 5 à 7 maken bij het eerste. Ja. Ik speel inmiddels... Volgens mij ga ik mijn 11e seizoen in bij Ajax. Volgens mij Karel 13, 14 misschien. Ja. In ieder geval een paar meer. De droom die je vanaf het begin hebt is spelen voor Ajax 1. Nou, Karel heeft die droom al uit mogen laten komen door dat inderdaad te doen in officiële wedstrijden. Ik nog niet en dat is de droom die ik heb en daar wil ik heel graag spelen en natuurlijk ook scoren, want dat hoort bij mij. Dat is ook, als Kai zijnde ben ik een doelpuntenmaker, dus ik wil ook doelpunten maken in Ajax 1. Alleen om daar te komen moet ik misschien wel 20 doelpunten maken in Jong Ajax om er vervolgens 7 te mogen maken bij Ajax 1. En misschien is dat dan wel genoeg om te laten zien van, nou, ik kan er volgend jaar misschien wel 15 maken bij Ajax 1, om maar eventjes een voorbeeld te geven. Geduld is gewoon, in het voetbal is geduld echt zo belangrijk. Het is echt geduld is een schone zaak en daarin word je wel eens op de proef gesteld. Maar het is belangrijk om, wat Karel zegt, gewoon jezelf rustig te houden en dat kan, ja, tuurlijk is dat best wel eens lastig. We zijn ook mensen en we willen zo snel mogelijk en zo graag mogelijk stappen maken en we willen uiteindelijk de top bereiken. Maar we moeten wel realiseren dat we ook nog maar 20 zijn. Mensen zeggen misschien nu 20 jaar, het wordt tijd dat je gaat debuteren, maar we zijn 20, we hebben nog een carrière van misschien 14, 15 jaar voor ons. Ja, we hebben geen haast. Heb jij het hier dan ook specifiek bijvoorbeeld met Huntelaar over? Want dat kan ik me wel voorstellen.
Nou ja, Huntelaar is volgens mij daarin wel een mooi voorbeeld. Want toen Huntelaar 18, 19 was, speelde hij denk ik bij AGOVV, werd hij verhuurd. En vervolgens speelde hij bij Heerenveen. En ik denk dat hij pas een jaar of, wat was het, 23 of zo, dat hij naar Ajax ging. Dus ja, wat dat betreft loop je ook nog eens voor op zo'n schema. En kijk wat die wat voor carrière heeft gehad, weet je. Taric is natuurlijk aangetrokken. Ja. Dat is heel lekker, toch? Het is wel, denk ik, een hele goede jongen die erbij kan hebben, ja. Ik heb hem nu één keer zien spelen, tegen Brazilië dan. Dus ik kan niet zeggen dat ik hem door en door ken. Maar... Ik ken hem wel van Groningen. Precies. Je hebt wel, en ook van Twente, volgens mij. Dus je hebt wel wat van hem gezien. En, ja, ik denk wel dat het een goede jongen is voor de groep. Ajax reageerde met, ja, die komt toch nooit, Taric. Wie gaat er nou van de Premier League een stapje terugzetten? Ja. Nou, dan mijn vraag is, wie is de volgende? Ja. Als Ajax kennelijk zulke aankopen kan. Nou, dat is wel, ja, nee, wat Karel zegt, waarschijnlijk zal het zeker een kwaliteitsimpuls geven aan de groep. En dat is voor Ajax heel mooi. En hij zal, volgens mij, zou de trainer dat ook, dat hij een van de dragende spelers zal moeten worden. Ik denk dat het heel mooi is dat je zo'n speler kan halen. En als je zulke aankopen kan combineren met, met de Ajax-filosofie om jongens door te laten stromen vanuit de jeugd. Ik denk dat je dan een hele goede mix hebt. Maar hoe zien jullie die geruchten? Want ik kijk, jullie ook op die voetbalsite. Nou, net als jij, echt waar. Ja, jullie zitten ook op die voetbalsite. Nee, ik niet, ik niet. Nou ja, ik kijk niet per se op die sites. Maar ja, wij hebben allebei gelezen dat Ajax interesse heeft in Dusan Tadić. Dat heeft iedereen gelezen. Nou, ik lees niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar je hoort het wel. Maar je hoort soms. En je hoort soms wel wat meer, denk ik, dan jullie. Dus soms weet ik wel eerder dat mensen komen of zo. Ik heb maar, het niet echt, hoor. Nou ja, dat hoor je toch wel eens. Maar goed. Ja, oké, je ziet misschien eens iemand op de toekomst lopen voor een keuring. Ja, dan denk je wel van, hé. Dat, die geruchten die kloppen wel. Maar het is niet dat je s'avonds in de transferperiode de site zit af te struinen. Nee, absoluut niet. Nee, helemaal niet. Nee, dat is ook wat we denk al in meerdere dingen nu hebben laten horen. Dat de voetbalwereld zo onvoorspelbaar is. Dat vandaag kan er een mondeling akkoord zijn. En morgen dan kaatst de transfer toch weer af. Dus ja, daar heb je ook niet zoveel aan. Hey, even terug naar vorig seizoen. Dat was Europees natuurlijk helemaal, ja, gewoon kut. Ja. Hoe gaan we dat dit jaar anders aanpakken? Want weer niet de Europa League, dat zou echt een grof schandaal zijn. Minimaal. Wat gaan we dit jaar anders doen? De wedstrijd is over een kleine maand. Ja, 25 hè? Nee, wat gaan we anders doen? Ik kan me voorstellen dat je echt met z'n allen naar die wedstrijd aan het toeleven bent. Want je speelt hier wel een potje, je traint wel een beetje. Nee, dat is het lekkere. We spelen heel erg toe naar een wedstrijd. En ik denk dat... We niet eens per se, ja, we gebruiken vorig jaar wel als les, maar er zijn ook weer heel veel jongens weg, zijn weer voor nieuwe jongens bij, dus je hebt weer een nieuwe groep. En we zijn constant bezig om het team beter te laten draaien. Dus dat is waar we ons op focussen. Ja. Het belangrijkste nu is, kijk, jij vraagt, kijk je dan naar vorig jaar om te kijken wat je fout deed? Nee, dat doe je niet, want dat is geweest en we hebben nu, wat jij zegt, een kleine maand, 4 weken, om de speelwijze die de trainer wil hebben, zo goed mogelijk te laten renderen. En ik denk als wij over een maand, als we nu een maand lang volop daarmee bezig zijn. Nou, en nu hebben we elke avond eventjes een korte meeting om onze speelwijze iets uit te laten breiden. Om ons bewuster te maken van wat de trainers willen. Mm-hmm. En ik denk dat je daar heel hard mee bezig moet zijn om over een maand een team te hebben staan die verdedigend, aanvallend en in de omschakeling weet wat ze willen en hun ding gaat doen. Karel, ik hoorde ook nog dat jij vandaag een verzoekje had bij de trainer. Oh, wel, niet... Wel achter de stand. Nee, de trainer die gebruikte mij even als voorbeeld, als ik dat vanuit de groep had aangegeven. Maar we doen altijd de regel dat je niet achter je stambeen mag pasen bij een rondo. Nee, hij wil dat je zeg maar al voorbereid bent, dus dat je vast hebt geanticipeerd, ja. Zodat je de bal... Met niet achterstandbeen, dat moeilijk, maar juist makkelijker met of je verkeerde been of andere been in één keer door kan spelen. En vandaag was het dan een soort van ontspanning, misschien iets meer voor de grap dat iedereen met achterstandbeen kon. Dat lekker uit zijn tak gaan, of niet eigenlijk? Ja, dat is niet normaal. Ik denk dat het heel goed is dat soort jongens erbij hebt. En het kan nog wel eens laconiek worden of makkelijk. En het is wel zaak dat we elke minuut eigenlijk op het trainingsveld dat we die proberen te gebruiken. En,